Zondag 5 september, Bart Koekaerts, wat gebeurt er in Molenbeek-Werfsbeek? Wel, de traditie, al jaren de kermis. En met de kermis organiseer ik een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. Dit jaar, dat verandert al een keer naar andere categorieën, maar dit jaar is nieuwelingen. En we hebben voor het moment 91 inschrijvingen. Dat is een pak in deze coronatijd. Wat in verband met het parcours? Want er zijn wat heuveltjes in Kasseien ook. Wat is het parcours? Wel, het parcours is lichtgolvend. De kasseistroken zitten er niet in. Dat was bij het BK wel, nu niet. Nu is het lichtgolvend. De wind speelt een grote rol dit jaar. Als de wind een beetje tegenvalt, dan is het wel een vrij zware omloop. Naar inschrijvingen toe, zijn er bepaalde ploegen die uitspringen? Daar heb ik geen zicht op voor het moment. Ik kan niet enkel zien het aantal renners dat geschreven is. Ik heb wel van Maas Cycling Team van Gladbeek gehoord dat die vrij sterk vertegenwoordigd gaan zijn. Naar volgend jaar toe, er is heel wat beweging binnen de club, dacht ik. Hè? Dat heb je de vorige keer ook al verteld. Is er al bepaalde vorderingen? Er is een kleine vordering in, dat ik ondertussen ook samengezeten heb met de schepencolleges en zo. En er zou een grote wedstrijd in de maak zijn. Maar alles hangt nog een beetje af ook van de coronatijden. En ja, het is een beetje afwachten. Alvast succes voor komend weekend. Bedankt.